Bijenhoudersvereniging Ambrosius organiseerde weer de jaarlijkse planten- en bijenmarkt. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. We hebben een draaiboek, omdat het is al de 49ste markt ieder jaar, behalve tijdens corona. En nou ja, dan is het elk jaar weer opnieuw de boel op gang zetten en mensen te benaderen van hey, kan je weer een taakje verrichten tijdens de markt? Dit is het raadhuis met een T en niet met een D natuurlijk, want bijenraten die zijn er om honing in op te slaan en zo. En hier in dit raadhuis, daar hebben we onze vergaderingen. En verder hebben we natuurlijk ook de cursus hier lopen voor beginnende bijenhouders. Plantjes! Ja, zeker. Ja, plantjes zijn natuurlijk heel, heel belangrijk. En vooral de inheemse plantjes die we opkweken op de kleine aarde. En die vermeerderen we daar, die zaaien we, die stekken we, die kweken we. En we zijn ieder jaar samen hier op de bijenmarkt, op de plantenmarkt van de imkervereniging. Ik ben zelf ook imker, dus ik ben hier ook lid. En we kregen hier heel graag die plantjes op om ze hier aan de imkers en andere mensen weer te verkopen. En te zorgen dat we de planten hebben die passen bij deze sector. Ja, dus, ja, precies. Ik zie u hier van alles doen, maar ik heb geen idee. Nee. Nou, ik maak fluitjes en potloden of een springtouw of gewoon een hangertje, net wat ze willen. En gewoon op de ouderwetse manier, ja, 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 ja. En wat is het voor hout van zo'n fluitje? Dit is bamboe, want dat gaat vlugger. Oh ja, de hout is wat makkelijker te bewerken. Nou ja, vlier kan ook wel, of hazelaar, maar dat duurt wel langer. Bamboe is al hol van zichzelf, dus dat kan ik vlugger maken. Okay. En wat nog meer? Fluitjes en? Potloden. Oh ja, potloodjes, ja. Die is wel van hazelaar, dat wel. Ja. Je gaat ook wel langer mee dan, hè? Dat moet wel. Nou, het is meer voor de leuk als voor het gebruik. Oké, okay. En je staat altijd op dit soort evenementen? Nee, alleen voor de bijenmarkt, want ik ben hier imker in Boksel. Dus, oké. Okay. Ja. Nou, mooi. Ja, ja. Ja, alsjeblieft. Wij hebben allemaal zaadjes verzameld en die geven we weg aan de mensen die iets leuks willen. En dat zijn heeszaadjes voor in de potjes en dan ja, zelf opkweken. Zelf opkweken en er zijn een heleboel die voor bijen goed zijn en die we dus speciaal op deze bijenmarkt verkopen. Dat is belangrijk, hè? Dat is zeker hartstikke belangrijk. Nou, ik ben nu begonnen met twee moestuinbakken en ik denk van ik ga wat dingetjes even bij Hans halen om dat weer te vullen dit jaar. Ja. Okay, hartstikke goed. Ja. Hopen dat veel bijen op gaan komen. Ja, dat hoop ik ook, ja. Nou had ik gelezen over overmatige bijensterfte in 2024. Hebben jullie daar ook last van? Nou, ik heb verschillende bijenhouders ondertussen gesproken. En er zijn erbij die 40% of 50% van de volken inderdaad kwijt zijn geraakt. En ja, de vraag is waarom is die sterfte nou zo ernstig toegenomen? Nou, ik denk dat er eigenlijk een aantal factoren zijn. Een van de factoren is natuurlijk de varroa-meid. Dat is een meid die op bijen gaat zitten en daardoor krijgen ook schimmels en dergelijke makkelijker toegang tot die bijen. En dan krijgen ze bijvoorbeeld verfrommelde vleugeltjes. En ja, dan redden ze het natuurlijk niet, want ze moeten wel kunnen vliegen om eten te halen. Verder denk ik dat het klimaat, zoals het de afgelopen 2 jaar is geweest, dan heb je op een gegeven moment aan het eind van de zomer wordt het wat koeler. En dan gaan de imkers inderdaad inwinteren. Dan geven ze dus suikerwater en genoeg voer mee. Maar als er dan een warme periode komt en er is niks meer te halen omdat de planten zijn uitgebloeid, ja, dan eten ze dat allemaal al op voordat de winter begint. Dus dan hebben ze kans dat ze een tekort hebben aan voedsel in de winter. En dan overleven ze het niet tot het voorjaar. En ik denk dat die combinatie van factoren eigenlijk een hele belangrijke is waarom dat er zoveel sterfte binnen de bijen optreedt. Dit is buntgras. Buntgras? Buntgras, oftewel pijpenstrootje. Pijpenstrootje, dat zegt de meeste mensen. Ja, ja, maar Brabants is toch echt bunt. Dus, Is het alleen hiervoor gebruikt of wordt het in de industrie ook gebruikt? Nee, dit is puur voor de bijenkorven te maken. In de industrie werd het vroeger gemaakt. En daar dank het zijn naam ook uit, van die goudse pijpen. Om het gaatje in de pijp te krijgen, deden ze klei om het strootje heen. Klei werd gebakken, het strootje brandde weg en je had een heel klein gaatje. Kijk.
Nee, werk, zo werkt het. Hartstikke leuk, dankjewel. Graag gedaan. Kijk eens aan. Wil ik je aanbieden? Nou, perfect, dankjewel. En eentje voor jou. Oh, en zal ik hem vasthouden? Ze, je hoeft ze geen water te geven. Geen water. Gelukkig. Ze vallen niet uit. Nee. En wat is voor hout als vraag? Dat is willige en kranultje. Kranultje. Kranultje, ja. Dat is willige ken ik wel, wel kranultje. Dat is gooie hout. Dat is gewoon gooie houtje. Hè? Ja. En verder maak je mandjes? Vogelhuisjes. Ja. Deze mandjes. Voederhuisjes. Voederhuisjes. Voor de kerst van die lantaarntjes zet ik ook zo'n kaars in met zo'n batterijtje. Wat vindt u ervan? Ja, mooi. Mooi, hè? Zeker. In de winkel kunnen ze niet kopen. Nee. Het eigen ontwerp. Ja, en dan maak ik nog heksenbezems. We gaan heel zuinig leven en dan deze vegen goed. En weet u waarom dat ik er een touwtje aan heb zitten? Nee. Als het op is, dan snijden we hem los en kunnen weer doorvegen. Ah. Wij heel duurzaam. Wij werken duurzaam. Ja, precies. En ja. Geen plastic spul van de winkel, nee. Gewoon. Gewoon zo. Nou, ik heb er ja. Ook nog vier nou, staan. Hartstikke leuk. Ja. En bedankt voor de informatie. Ja. En bedankt voor deze. Zet het op de slaapkamer bij je bed of zo, of in de douche. Ja, oké. Okay. Huh? Bedankt. Ja. Ja, hier draait het om, ja. Hier hebben we de honing, ja, inderdaad. Welke soort honing heb je? We hebben gewoon een normale bloemhoning, de streekhoning en we hebben de koolzaadhoning. De koolzaadhoning. Oh ja, ja, ja. Dat is dus waar de bijen vliegen op de koolzaadvelden. Hoe weet je nou welke bloemen van welke bloemen je de honing hebt? Nou, de koolzaad is heel duidelijk. Daar worden gewoon de kassen in de koolzaadvelden gezet. Daar vliegen ze op de koolzaad, dus dan is het volledig koolzaad. Maar dit is bloemhoning, maar daar weten we niet welke bloemen ze precies pakken, want daar weten we niet wat de bijen doen. Maar ja, dat is heel divers. Dus zo per seizoen in het voorjaar en najaar kan honing ook anders smaken doordat ze op andere bloemen hebben gevlogen. Dus, want zo heb je ook acacia honing. Acacia heb je inderdaad ook. Die hebben we hier niet staan, maar zo zijn er ook meer mogelijk. Zo kun je op koolzaad, maar acacia en zo zijn er ook nog andere planten. Maar ja, dan moet je die in grote hoeveelheden hebben waar ze dan al die bijen opvliegen. Maar wat wij hier hebben, dat is met name streekhoning en dat is eigenlijk van alles wat hier in de buurt. En nou maar hopen dat we dit jaar ook weer wat honing krijgen in verband met die bijensterfte. Ja, wel, maar daar ga ik wel van uit. We gaan zeker wel honing krijgen hoor. Dus daar heb ik wel vertrouwen in. Dankjewel en veel plezier nog vandaag. Ja, dankjewel, goed zo. Succes ermee. Tot ziens. De bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden op bijvoorbeeld bloemvelden. En daar zitten nicotinoïden in en dat zijn stoffen die eigenlijk inwerken op de hersenen van die bijen. Kort te zeggen, ze kunnen de weg kwijtraken. Normaal gesproken weet een bij als hij wegvliegt, weet hij weer precies hoe dat hij terug moet komen in de kast. Nou, krijgt hij te veel van die bestrijdingsmiddelen binnen, dan raakt hij de weg kwijt en dan kan hij zijn kast niet meer vinden. Koude nacht en het is gebeurd met een bij. De Wereldwinkel, ook aanwezig op de bijenmarkt. Ja, Wereldwinkel Vught is aanwezig. Bij gebrek aan Wereldwinkel Boksel mogen wij hier nu zijn vanmiddag. Ja, die is er wel geweest, hè? Die zijn hier geweest en die hebben ook al deelgenomen. Okay. Maar omdat ze er nu zijn, zijn wij gevraagd om Vught te komen. Waar komen de spulletjes vandaan? Mexico, Zimbabwe, Nepal. Verschillende landen. Uit de lage loonlanden komen ze vandaan. Ja, ja. Ja. En speciaal hout? Van de hele dunne, lichte balsamhout? Nee, het meestal is van het keramiek of van, dit is allemaal van vilt en die bloemen ook. En de steen is gewoon keramiek uit Mexico. Hartstikke leuk. Heerlijke middag hier. Jazeker, ja. Echt gezellig. Ja. Ja, ja, ja. En het weer is onverwachts hartstikke mooi. Ja, werkt hartstikke mee. Ja. Lekker, ja, ja. En veel opgestoken? Ja, zeker. Ja. Wat? Ja, van alles. Veel over de bijen geleerd. Veel over het verzamelen van honing geleerd. Er zit nog best veel achter, hè? Ja, heel veel stappen zeker. Ik zie hier een heleboel honingpotjes. Yes, ja. Goed ingekocht. Ja, moet voor de hele familie meenemen. Hartstikke lekker. Ik zou zeggen, geniet ervan. Gaat zeker gebeuren, ja.